Hallo allemaal en welkom bij deze video. Dit is een video over het eindspel tussen Machteld van Vareest en Anne Haas tijdens de eerste ronde van het NK Vrouwen. En in principe doet Wijnald Engelkes voor Schaaksite al verslag, maar komt eigenlijk niet later om hier toch nog wat dieper in te duiken. Want toen ik deze stelling zag zonder computer, toen dacht ik, nou, dat zou Zwart toch wel moeten kunnen winnen. Je ziet een gigantisch mooie pionnenfalanx hier zo staan. En ik had echt het idee van, oké, hier moet wat in zitten. Maar de uitslag van de partij werd remise. Dus dat triggerde mij om hier eens wat dieper in te gaan duiken. En toen ik er eenmaal in bezig was, toen kwam ik erachter dat er veel meer in zat dan dat ik dacht. En daarna zette ik ook nog de computer erbij aan en toen bleek ik er nog veel minder van te hebben begrepen. En zat er nog veel meer in dan ik dacht. Nou, dat wilde ik graag met jullie delen. En ik heb hier een aantal stellingen en die zou ik speeltrainingstellingen willen noemen. Een manier om je schaakkunsten te trainen is door bepaalde stellingen te pakken en die gewoon uit te spelen tegen de computer of gewoon zelfanalyse of tegen een vriend of clubgenoot. En ik zou het echt aanraden om dat te doen. In deze video zal ik een aantal van die speeltrainingstellingen ook gewoon behandelen om eens te kijken van hey, zat je in de goede richting? En mocht je niet zoveel zin hebben in zo'n training, dan kan je ook gewoon leuk deze video kijken. En ik denk dat je daar al heel veel van leert. Nou, we gaan gewoon de stelling induiken. De partij die hiervoor zat was overigens ook al super interessant, maar daarover in deze video niks. We komen in deze stelling aan. En ik liet net al heel mooi de pionnen van zwart zien, maar ja, daar staat natuurlijk tegenover dat wit hier een vrije pion op b7 heeft staan. En als je dan de torens zou moeten evalueren, dan staan deze twee torens staan redelijk actief. Die staan achter de pion en daardoor kunnen ze zich redelijk vrij bewegen over die b-lijn en misschien ook wel wat naar links en wat naar rechts. Nou, deze toren op B8, dat is in dit geval gewoon een stopper. Die moet die pion tegenhouden en daardoor speelt zwart in principe met een toren minder op dit moment. Maar ja, wat wil zwart dan doen? Zwart wil op een of andere manier die pionnenmacht van 5 tegen 3 een keertje naar voren laten komen. En in die poging, daar komt Anne Haas eigenlijk heel ver mee. En daar dacht ik van, hé, daar kunnen we eens goed naar kijken in deze video. Nou, we beginnen eigenlijk gewoon met een paar zetten. Anne Haas speelde de toren naar f7 om hem vervolgens naar e7 te zetten. Op deze manier staat de toren en de pion op b7 aan te vallen, waardoor de witte torens toch wat meer gebonden blijven. Tegelijkertijd is het logisch dat die toren naar e7 gaat. Want wat is zwarts plan? Nou, zwarts plan is om die pion naar f4 door te schuiven en daarna de pion naar e3 door te schuiven en gewoon doordenderen en promoveren. En in dat opzicht is de zet van Machteld G3 heel erg logisch. En ik heb hem misschien wat streng een vraagteken gegeven. Dat is denk ik omdat na toch een tijdje analyseren de zwarte kansen na deze zet G3 wel heel erg groot blijken. Maar er zat ook nog een andere reden achter. En ik had namelijk aangenomen toen ik naar deze stelling zat te kijken dat G3 gewoon de enige en beste zet was in deze stelling. Toen zette ik de computer erbij aan en toen zei de computer van, oeh, wacht even, nu geef je zwart kansjes. En toen snapte ik niet helemaal waarom dat nou was. Nou, allereerst, als je kijkt naar G3, dan stopt het de pion op F4. Maar het maakt dat deze witte velden in één keer veel zwakker zijn geworden. En de pionnen staan niet meer naast elkaar, waardoor in principe één stuk, namelijk deze koning, in één keer een plan heeft gekregen, dat is binnenkomen. Wat had wit dan wel moeten doen? Nou, eerst even kijken waarom, wat wit niet had moeten doen. Stel je voor dat wit geen G3 doet, maar dat wit zoiets als toren naar B3 doet. Nou, even ter illustratie, dan is dus het idee dat die pion gewoon vrolijk doordendert en daarna promoveert. Dat is zwart's ideale idee. Maar wit hoeft dat niet te doen. En meteen een heel mooi leerzaam idee hier. De beste zet voor wit is de toren naar B1 zetten. Het idee hiervan is dat de toren eigenlijk al klaar staat om een keertje de pion te stoppen. Dus het is heel goed om over na te denken dat als die pion op je afkomen, dat als je alvast je toren op de juiste plek hebt staan, dat die dan makkelijker kan stoppen. En opvallend genoeg heeft eigenlijk de zwarte pionnenmacht heeft niet echt een mogelijkheid om door te breken. Zwart hoeft niet E3 te doen hier, maar even gewoon voor het idee. Je wil namelijk, het liefst zou je bijvoorbeeld met je toren nog op D8 staan en deze dekken om voordat je E3 doet, maar zwart is nooit op tijd met promoveren en wit promoveert in één zet. En zwart kan wel met de toren op D7 gaan staan en die dekken, maar dan kan je weer E3 niet zo goed doen. Dus E3 even ter illustratie, als je hem zou spelen. En dan wordt er gereld en dan gaat die pion op D3 eraf. En na E2, nu zie je hoe belangrijk het was dat die toren al op B1 stond, want dan gaat de toren naar E1. En we kunnen dan gaan ruilen op B7 en op E2 en dit is een potremise stelling met 2 tegen 2. Dus het verdedigende idee van wit is die toren naar B1. En je zult in deze partij zien hoe vaak het belangrijk was dat wit de toren op B1 zette.
Nou, we gaan dus naar de zet G3 in de partij. En hier heb je dan de keuze tijdens de partij. Ga ik wel of niet eerst mijn koning activeren? En een kleine eindspelregel is, activeer die koning nou. Dus Anne H. speelde ook heel sterk koning naar H6. Maar waarom? Ik had laatst een training met iemand en die had ook zoiets van, ja, maar wat moet ik nou doen met die koning? Waarom kan ik niet gewoon, zoals in deze stelling, de zet G5 spelen? Nou, in principe kan je de zet G5 wel spelen, maar deze koning die kan nu veel lastiger meedoen aan het spel. Dus er zijn eigenlijk twee redenen. Eén, de koning kan nu niet meedoen. En twee, die koning kan mogelijk in gevaar komen als je hem wel weer mee wil laten doen, want dan moet hij eerst door een stukje niemandsland waarin die aangevallen kan worden. Even ter illustratie. Twee hele interessante stellingen kwamen naar voren toen ik dit zat analyseren. Eerst eens even het ideaal plan voor zwart. Zwart die trekt gewoon later alsnog de koning bij. Er komt een schaakje, hè? Die koning zit een beetje in niemandsland, waardoor er een schaakje kan komen. Maar we zetten onze toren ertussen. En super ideaal, wit zou ruilen. En we rennen zo met onze koning naar de pionnen toe. En we kunnen, het maakt ons zelfs niet zoveel uit dat we hier dan die pionnetjes aan de rand verliezen. Want onze pion op D3 die staat al zo ver. Dat is in principe onze win condition. Daarmee gaan we de partij winnen. Nou, deze stelling had ik ook als speeltraining laten zien. Ik zou deze stelling zeker eens gewoon analyseren van hoe wint zwart deze stelling nou. En ik ga er verder in deze stelling niet op in. Maar, als jullie misschien in deze snelheid hadden opgelet en scherp van geest waren, dat was ik namelijk niet, terwijl ik niet snel er doorheen ging. Wat als je in deze stelling niet slaat op E6? Het is namelijk heel makkelijk om te denken, oh ja, de toren moet geslagen worden, maar het is geen damme. Eerlijk gezegd maakte ik afgelopen week in een competitiewedstrijd precies dezelfde fout. Ik viel met mijn toren een andere toren aan, in de veronderstelling, dan gaan ze ruilen. Nou ja, dat hoeft dus niet. Wat zou wit bijvoorbeeld kunnen doen? Wit zou een hele interessante zet G4 kunnen doen in deze stelling. En in één keer zie je dat, ondanks dat die pionnen naar voren zijn gekomen, dat ze ook in één keer wat verzwakt zijn. De G-pion dekt de F-pion niet meer. En de F-pion is een verdediger van de E-pion. En in één keer kan de stelling in elkaar storten. En deze stelling heb ik juist gekozen om als stelling remise te houden met zwart. En dan denk je misschien van, is dat niet super eenvoudig? Nou, ik laat even één variantje zien hoe je het niet moet doen. Maar je mag zelf uitvogelen hoe je het wel moet doen. De computer kan je daar altijd bij helpen. Maar ik zou dus willen aanraden om dit een beetje als training te gebruiken. Dus, wat zou je bijvoorbeeld niet moeten doen? Nou, niet moeten doen is deze pion zo snel mogelijk pakken. Dus ik zeg niet dat de koningsmanoeuvre verkeerd is, maar ik zeg wel dat het zo snel mogelijk ruilen van die pion verkeerd is. Want ja, je eigen koning staat vervolgens helemaal aan de andere kant van het bord op B7. En de witte koning die gaat vrolijk stropen en wint de partij. Dus niet de manier om te doen. We gaan terug naar de partij. En na G3 speelde Anne Haas dus heel sterk koning H6. En in één keer zie je hier dat die koning op G5 wat dreiging begint te creëren. Maar mogelijk dat Machteld van tevoren, voordat ze G3 speelde, ook alvast H3 had gezien en zoiets had van, ach, die koning die kan er niet echt langs. En elke keer als zwart H5 zou spelen, dan staat deze G6-pion weer mooi aangevallen, waardoor ik een keertje iets als H4 zou kunnen spelen. En dan krijgt zwart problemen met die G6-pion. Nou, wat doet Anne Haast? Anne Haast die speelt een wachtzetje, toren naar D7. Gedeeltelijk een wachtzet om te kijken wat gaat wit doen. Gedeeltelijk kan het nuttig zijn om deze pion alvast te dekken. Want als je ooit een keertje dan met deze pion weer gaat stormen, dan staat de D-pion alvast gedekt. Dus toren D7 is een begrijpelijke zet. En er is ook geen haast voor zwart. Je kan gewoon kijken wat er gaat gebeuren. En hier is in principe de zet die wordt gespeeld weer heel logisch. Maar het is gebaseerd waarschijnlijk op tactiek. En die tactiek die werkt eigenlijk niet. De toren gaat namelijk naar B5. En het lastige van dit veld is dat de toren nu niet meer de tweede rij dekt. En hij staat dus ook niet op de achterlijn om eventueel een keertje een pion te gaan stoppen. En op B5 heeft de toren maar één taak, namelijk deze F-pion aanvallen. En dat is vooruitgedacht het idee dat als er ooit een keertje de G6-pion geslagen zou kunnen worden door de toren, dat je vervolgens het F-pion kan slaan. Zometeen wordt dat duidelijker. Wat speelde Anne Haast? Anne Haast die speelde toren naar C7, maar eigenlijk duwde dat de toren terug naar B2, wat eigenlijk best wel een prettige plek was voor die toren. Dus misschien was het beter geweest hier voor zwart om meteen H5 te doen. En mogelijk dat het ook gewoon verschrikkelijk moeilijk te breken is. Het is makkelijk om achteraf dit gewoon eerst rustig door te spelen en daarna nog eens een keer met de computer te bekijken. Maar mogelijk was de reden om dit niet te doen de zet H4. En deze stelling heb ik ook als speeltraining gegeven dat zwart hier kan winnen.
Dit laat ik wel een klein stukje zien. Dus als je deze nog wil trainen, dan kan je hier wellicht gewoon even overheen skippen. En anders, kijk lekker mee. Nou, H4 is een heel logisch idee, want als deze koning teruggaat naar H6, dan staat hij voor altijd gewoon slecht op H6. Kan hij niet echt goed meer het spel inkomen. De koning wil namelijk beschutting van de pionnen hebben en die beschutting die kan je hier niet vinden. Dus de enige echte winstpoging, en dat is ook de goede zet, is koning naar G4. Dan gaat er één pion af, dan gaat er twee pionnen af. Maar die koning staat eigenlijk best wel fijn op G2. Klaar om een keertje F2 te gaan slaan. De belangrijke winstconditie, namelijk de pion op D3, die staat nog steeds gedekt. En de twee torens van wit zijn allebei afgeleid van hun verdedigingstaak van de pion op B7. En in één keer zie je dat je in een eindspel komt waar je misschien wel gelijk staat qua materiaal. Maar de zwarte koning die staat geweldig op G2, klaar om een keertje hier te slaan. En de toren van zwart die gaat ook erbij komen. En bijvoorbeeld na de zet toren F4 en een schaakje in toren op E2 zit je in een soort van zetdwang. Situatie. Wit wil deze pion aan blijven vallen, zodat deze toren op E2 moet blijven dekken. Maar tegelijkertijd wil deze koning eigenlijk ook niet weg van D1. Want wat is zwarts winstplan? Zwarts winstplan is om gewoon met de koning naar E1 te lopen en vervolgens te gaan promoveren. En je ziet eigenlijk dat wit hier niks meer kan doen. Ook een leuke om nog eens even uit te vogelen voor jezelf, maar dit is echt een volledig gewonnen stelling. We gaan verder even terug naar de partij. Er kwam dus toren naar B5. Vanuit zwart komt toren C7. Machteld speelt de toren weer terug naar B2. En ook hier was al in de partij een interessant idee geweest om in plaats van toren B2, wat best een goede zet is overigens, ook koning E3 te spelen. En koning E3 is een beetje tegenintuïtief, want je zou zeggen, dan geef ik mijn tweede rij weg. Maar die tweede rij die heb je eigenlijk nog steeds goed verdedigd door middel van de dubbele torens die je hier hebt staan. En omdat je dat hebt, kan je dit goed blokken. Maar toen kwam ik in deze stelling terecht en toen zat ik dit te analyseren. En dan zegt de computer vervolgens dat dit remise is. Terwijl mijn logica zei, deze zwarte koning die gaat nu toch gewoon in één streep naar die pion op B rennen. En wat kan wit nou doen? De witte koning kan nooit te ver weglopen. Deze pionnen blijven elkaar allemaal dekken. Zwarts winstplan is dus gewoon de pion op B7 pakken. En vervolgens een keertje weer naar je pionnen toe lopen en je staat twee pionnen voor. Deze ga ik verder niet analyseren met jullie, maar dit is echt een hele interessante en vrij moeilijke stelling, lijkt me, om remise te houden met wit. Dus onderzoek die zeker. We gaan naar de partij. De toren gaat naar B2, een hele logische zet dus om te spelen. Anne ging ervoor, speelde H5, zag dus H4 aankomen, speelde de koning naar G4, laat daarmee deze pion instaan, maar het idee is dat als hij geslagen wordt, dat de koning heel mooi weer naar F3 gaat. En je ziet in één keer hoe gevaarlijk het is als de zwarte koning de witte stelling binnen gaat komen. Dus Machteld die speelt dat niet en die speelt de zet koning naar E3. En dat is een sterke zet, want daarmee blokkeer je de koning. En hier speelt Anne weer een hele begrijpelijke zet, namelijk de toren naar G7. Maar het is helaas een fout en hiermee geeft ze haar voordeel weg. Het idee van toren G7 is redelijk dubbel. Je dekt je pion, waardoor je en het idee hebt om je pion naar voren te spelen, maar ook het idee hebt om alsnog met je koning binnen te gaan komen, terwijl je gewoon je G-pion gedekt hebt. Het is alleen net een zetje te langzaam. En Machteld vindt ook de manier om remise te houden. Stel dat ze dat nou niet had gedaan. Stel dat ze hier de zet, koning naar H3 had gedaan. Nu zijn er een paar details, en het zijn echt details, waardoor zwart hier heel goed komt te staan. Het eerste detail is dat deze toren op de C-lijn staat op dit moment, en niet op een andere lijn. En de toren op de C-lijn betekent dat hij op elk moment op C2 geplaatst kan worden. En dat is nuttig, want als er ooit een keer een schaakje over de tweede rij zou komen, hè, stel zwart wil een keer de koning naar voren doen, en wit doet dan een wegtrekschaak tegen de koning, dan heeft zwart de mooie zet toren naar C2. En dat is dus een hele handige manier om dat schaak op te lossen. En die moet je dus achter de hand hebben als zwart. Dus dat is de eerste waarom deze stelling redelijk goed is. Nou, en de tweede dat deze stelling nog kan, is dat de toren op B2 staat en niet op B1. Want als de toren op B1 staat, dan kan die schaakjes geven. Daar kom ik zo meteen op waarom dat zo goed is. Maar op B2 kan dat niet. Dus de koning die kan naar H3 gaan en ondanks dat het best gevaarlijk is hier in het witte kamp, is in dit geval de koning daar sterk. Ik vond deze zet, koning F4, best wel interessant, want de computer die raadt hem aan. En je moet het maar zien dat je dit wint met zwart.
Dus ik heb deze ook een speeltraining gegeven. Ik zal even laten zien hoe je dit dan doet. De logische volgorde is om met de toren naar C2 te gaan. Maar waar je hier van tevoren naar moet kijken is of je in alle ruil die komt niet deze koning veel te actiever gemaakt, terwijl je eigen koning misschien nu in één keer van het spel is afgesneden. Dat valt hier mee. Dus als er bijvoorbeeld wordt geruild en de toren gaat naar C6, dan kunnen we ook hier weer ruilen. En nu zie je dat ondanks dat de witte koning naar je zwarte pion toe loopt, de zwarte koning en toren de F-pion gaan pakken. En je bent gewoon te snel. Dus je slaat hier de F-pion en we hebben hier alweer een vrije pion die nog maar 3 zetten nodig heeft. Terwijl deze pion 4 zetten nodig heeft plus een toren koning die voor de pion staat. Dus daarom is deze stelling gewonnen voor zwart. Heel interessant. Wit heeft ook andere zetten. Zetjes zoals F3. Maar ik vind het de minder menselijke zet, F3. Ondanks dat de computer hem redelijk goed vindt. En zwart heeft maar een heel nauw pad naar de winst hier. Maar F3 voelt verschrikkelijk lelijk. Omdat je hier ook gewoon in één keer je pion al loslaat. Dus in praktische zin zou ik zeggen dat zwart hier heel prettig staat. Maar de computer vindt het ook nog eens een keer heel goed. Dus dit was een goede kans om op winst te spelen hier. Een andere goede zet in plaats van toren naar G7 was ook nog toren naar C2. Was ook erg interessant. Want er zitten ook heel veel ideeën in deze stelling. Bijvoorbeeld als die geslagen wordt, dat wil je namelijk graag, dan wordt wit afgeleid van die pion. En nou ja, je ziet hier dat deze pion gaat vallen en vervolgens dendert zwart door of nou ja, de andere pionnetjes gaan eraf. Maar dat hoeft zwart natuurlijk niet te doen. Na toren C2 kunnen we hem ook eerst gewoon even slaan op G6 bijvoorbeeld. Of we kunnen eerst slaan op C2 en dan slaan op G6. En daardoor zijn er eigenlijk allemaal varianten in die moeilijk te overzien zijn. Maar nog steeds wel in praktische zin zwart best wel veel kans geven. Omdat de zwarte koning zo dicht bij de pionnen staat. Nou, dat was eigenlijk tot dat punt. Na toren G7 vindt Machteld de remise houdende zet. En dat is toren naar B1. En het grote verschil met de voorgaande stelling is dat als de koning nu naar H3 gaat, je toren H1 schaak doet. En hier ben ik ooit een keer ingetuind tijdens een jeugdkampioenschap. Dat ik ook bij mijn koning te ver aan de wandel ging. En vervolgens ging mijn koning nog verder naar voren aan de wandel. En toen liep ik een beetje op deze manier in een matnet. De koning staat helemaal vast op G2. De toren die heeft hem hier vastgezet. De pionnen zorgen ervoor dat de zwarte velden gedekt staan. En deze koning die helpt ook nog heel erg dankbaar mee. En in één keer is dus de toren naar G1 met ontdekbaar mat niet meer te stoppen. Let er dus ook op als je met een actieve koning bezig bent. Het is dus ook echt wel gevaarlijk. En in dat opzicht is het dus ook heel aannemelijk dat Anne mogelijk hier wel naar gekeken heeft, maar het allemaal niet kon berekenen. Dat is niet heel raar. Dus het is absoluut geen oordeel hier, maar het is zo'n interessant eindspel. Daarom wilde ik het even bekijken. Toren B1 is dus een goede zet, maar het is ook een soort zetdwangzet. Want deze toren B8, die kan niks meer doen. Deze toren op G7, ja, die kan wel naar G8, maar dat is ongeveer het enige wat hij kan doen. En die koning, hebben we net gezien, die staat vast. En het enige idee dat hij heeft is naar H3 gaan, maar dan krijg je een schaakje tegen. En dus ging Anne voor de zet G5. Die werd geslagen en na koningmaal G5 kwam ook nog eens een keer de zet F3. Heel sterk gespeeld van Machteld. En in één keer zie je dat de hele pionnenstructuur van zwart afbrokkelt. Van de 5 mooie verbonden pionnen heb je nog maar 3 over. De toren ging naar E7 en er werden hier de pion op B werd geruild voor de pion op D. En dit is een remise eindspel. Natuurlijk moet je dat nog even uitspelen. Maar Machteld die doet het heel goed. En leer hier ook alsjeblieft van. Want Machteld die zet dus de toren heel actief ver weg neer. Dat is ook het idee van torens. Die moeten ver weg gaan naar de randen. En schaakjes geven vanaf afstand. En dat doet de toren ook. Er wordt nog een pion geruild. En Machteld die weet. Ik geef gewoon schaakjes. Zodra de koning weggaat van de pion. Ga ik helemaal naar de andere kant. Dat is de verre toren. Dan kan de toren en vanaf de zijkant schaak geven. En weer vanaf onderen zodra de koning weer naar voren gaat. Er worden nog 2 zetjes gespeeld. En volgens mij werd het remise ongeveer in deze stelling. Of nog een zetje later naar toren B3. Maar het was in ieder geval. Het is een remise stelling. En als je dat trouwens nog niet weet. Zou ik dat zeker oefenen. Dit vond ik zelf een heel interessant eindspel met heel veel interessante wendingen. Ik hoop dat jullie het ook interessant vonden en tot de volgende keer.